Wauw! Wat? Hoor je alles klakkeloos, Rob? Ah, ik ben een softie boy. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat ik al geen filter tegenop, blijkbaar. Actie. Er zijn een heleboel bekende influencers en TikTokkers en filmsterren. Die maken stiekem gebruik van Photoshop om op hun foto's zichzelf knapper te maken. Of dunner te maken. Of hun achtergrond mooier te maken. Ja, en soms dat het zo opvalt dat het zelfs in het nieuws komt. Ja, en voor Britse influencers is het zelfs verboden om misleidende filters te gebruiken. Nou, ik vind het heel terecht, want ik vind het belachelijk filters. Schande. Echt? Ah, niet waar. Nee, grapje. Jij gebruikt ze ook. Jawel. We gebruiken ze allemaal, denk ik. Ja, en de vraag is, wat vinden we er eigenlijk van? Praat met ons mee. Precies, vandaag in Chica. First, let me take a selfie. Oké, wie van jullie gebruikt er wel eens een filter? Nou, ik gebruik eigenlijk gewoon, ja, gewoon soms een kleurtje en dan soms ook gewoon van die smileys op je gezicht. Je hebt rood, je hebt roze, je hebt alle kleuren. Let me take a selfie. Smileys als favo-filter dus voor Tamia. Maar een beetje freaken is natuurlijk ook altijd leuk. Oké, okay, en jij? Gewoon dat het licht of zo veel leuker is op de achtergrond. Nova is ook niet vies van gezellige dierenfilters. En jij, Anna? Ook met smileys, maar dan in het blauw. Ik heb een beetje verslaving aan die filter. Oelala, een filterverslaving voor Anna dus. En niet alleen smileyfilters zo te zien. Wat vinden andere mensen eigenlijk van je verslaving? Mensen vragen van, heb je ook wel foto's zonder? En dan ga ik in mijn camera-galerij kijken, dan scroll ik er zo doorheen. En dan zie ik eigenlijk dat ik wel heel vaak die filter gebruik. Wauw, heel duidelijk. Jij? Door zo'n cameralens. Ja, en die voorkeur komt duidelijk naar voren in de social media van Fleur. Wauw. En Joelle? Nou, ik gebruik niet echt filters. Maar soms dan gebruik ik wel een filter waardoor de kleuren er iets meer uitspringen. Waardoor het iets levendiger wordt of zo. Maar speciaal voor vandaag wil Joelle door middel van een filter best even kijken of een papegaai haar bijvoorbeeld staat. Of een stronk broccoli. Staat je goed hoor, meid? Oké, en jij? Een soort wazige filter, dat alles een beetje wazig is. Dat vind ik wel leuk. Ja, en wazige filters heb je in allerlei soorten en maten. Maar we zien je ook graag scherp, Tevina. Nice! Hey, en meiden, welke filter is nu helemaal hot? Nou, er is één zo'n filter die gebruikt bijna iedereen. Die heeft bijna iedereen wel een keer gebruikt. Dat is zo'n zwart-wit filter en die heeft dan drie van die paarse vlindertjes dan op je neus. Oh ja. Die gebruiken echt heel veel mensen. Dus maar het is ook nu heel erg de trend dat iedereen gaat kijken of sproeten bij je staan. Ja, dat is dan krijg je heel veel sproeten op je gezicht. Wel leuk. Ja. Maar bij mij staat dat niet heel erg. Maar bij sommigen staat het wel leuk. Ja, maar ik heb een filter, ik weet niet precies hoe die heet. En dan wordt je hele kin wordt dan zomaar kleiner. En dan doet ook iets met je ogen of zo. Het is wel gewoon een mooie filter, maar het is wel een beetje catfish. Okay. Wat is dat, catfish? Ja, dat je zomaar jezelf mooier voordoet dan dat je eigenlijk bent. En dan kunnen mensen zeggen, oh, je bent echt een catfish, als in, ja, je doet je anders voor. Dan denk ik echt van, nee. Wat zijn we aan het doen, toch? Ja. Maar waarom eigenlijk? Nou ja, het is net zoals met Photoshop. Eigenlijk is het niet oké om aan jezelf iets te verbouwen, terwijl je er gewoon niet zo uitziet eigenlijk. Dat is eigenlijk heel raar, toch, vind je niet? Of vind je dat het moet kunnen? Dat je jezelf... Ja? Nou, meer als we dat met z'n allen gewoon accepteren, dat Instagram nou eenmaal een plek is waar je jezelf... aan jezelf sleutelt, dan zolang we dat maar allemaal weten van elkaar. Dat vind ik dan een voorwaarde. Maar zit er een verschil in een filtertje wat jou een mooie glow geeft? Of een filter die echt je neus kleiner, je ogen groter? Ja. Wel dat er echt bij moet staan van ik heb een filter gebruikt. En waarom is dat belangrijk? Anders heb je het idee dat iemand helemaal perfect is. En dan denk je van, oh, ik had er ook zo uit kunnen zien zonder gewoon chirurgie en zo. En dan word je daar wel gewoon onzeker van. Wie herkent dat? Wie wordt wel eens onzeker van TikTok of Instagram? Oké, vertel. Nova. Nou, bijvoorbeeld mensen die dan zien ze er helemaal mooi uit en dan zie je niet dat ze een filter op hebben. Dan denk je, zouden ze nou echt in het echt zeg maar zo zijn? En dan vraag je dat toch wel af. Maar meestal denk ik van, het kan niet dat je er zo uitziet. Maar soms denk ik wel, zo zou ik er ook wel willen uitzien. Maar het kan niet allemaal, zeg maar. Nee. Ik ben een beetje onzeker over mijn uiterlijk, omdat ik ben basically mijn hele basisschooltijd ben ik gewoon gepest. Omdat ik niet Nederlands ben en zo. En dan werden er opmerkingen ook gemaakt van, ja, dat ik eruit zag of zo. En ik denk dat dat toch een beetje in mijn achterhoofd zit. En dat ik dan constant het gevoel heb dat ik er wel zeg maar, mooi uit moet zien. Ja. En jij? Weet je, dan kijk van die mensen die dan echt hele mooie ogen hebben. En dan denk ik ook van, wauw, had ik maar zulke ogen, weet je. Maar sommige mensen gebruiken ook een filter. En dan zie ik ze en denk ik, wat? Ja. En dan, jij had toch blauwe ogen? En dan
Nee. En dan raak ik helemaal door de war en door alles in mijn ogen. En denk ik, oké, laat maar. Oké, en hebben jullie enig idee wat jongens van filters vinden? Sommige jongens die doen, of die doen zo'n hele geblurde filter met glitch en zo. Of ze doen zo'n hele softie filter. Zo van, ik ben een softie boy. Zie mij even softie zijn, dat. In de hoop dat meisjes dat leuk vinden of zo. Ja, precies. Zullen we het eens aan de Chico's vragen wat zij van filters vinden? Laten we dat eens doen. Vind ik leuk. Oh. Hair colors. Deze. Ja, die zijn wel... Oh, ja. Ik vind van filters dat het behoorlijk nep is. En de jongens gebruiken denk ik meer voor de meme en meisjes meer om het mooier te maken. Lichtblauw? Ja, deze blauw. Deze blauw. Een broccoli. Broccoli. Ik vind meisjes mooier zonder filter, omdat met filter is het heel overdreven. Als je ze dan echt ziet, dan denk je van, wat is dit? Is een babyface. Oh ja. Kijk die wangetjes. Ja. Toen je nog baby was. Ik denk niet dat ik zeg maar mij de knapper vind met dit filter. Mijn wimpers zijn ook anders. Ja, heel anders. Ja. En mijn lippen hebben ook een filter. Kijk die wenkbrauw en mijn ogen zijn ook anders. Ik vind het lelijk dat meisjes make-up op doen, want ja, ze zijn er zelf niet, zeg maar, snap je? Ik vind make-up wel meisjes mooi maken. Ik vind het wel gewoon... Ja. Ja, ik vind het wel mooier. Ja, ik ook. Nee, je ziet me... Ja. Ja, dit is niet natuurlijk. Dit zie je duidelijk dat het een filter is. Je lijkt op een Barbiepop. Deze filter nooit gebruiken bij mijn vriendinnen. Nee, nooit. Deze is leuk. Deze is grappig. Deze is heel grappig. Ja. Ja, Big Mouth die gebruiken wij heel erg op school. Als wij deze gebruiken, snap ik op zich wel, want ja, dit is gewoon leuk. Wat vonden jullie van? Het was een beetje verdeeld. Van de ene zei van ja, make-up wel, maar filters niet. Ja. En dan, ja, filters, dan ben je weer helemaal niet jezelf. En make-up ook niet. En dan denk ik echt van, daar geloof ik helemaal niks van. Ik gebruik sowieso make-up. Vroeger gebruikte ik vet veel make-up. Oh ja? Ja, maar ik werd altijd make-updoos genoemd. En dan had ik van die blauwe oogschaduw. En dat deed ik helemaal zo tot hier zo. Helemaal tot mooi. Ja. Was je een soort clownetje was je? Ja, precies zo. En dan vond ik mezelf echt super knap. Ik ging echt no way zonder make-up naar school. Waarom niet? En nog steeds doe ik liever niet de deur open als ik zonder make-up in huis ben en er staat een pakket bezorgen voor de deur. Nou, ik heb dezelfde variant. Is dat ik vind make-up zonder make-up niet zo erg. Maar op mijn Instagram doe ik altijd een filter. En dan denk ik, oh, nu denken mensen die zien dat ik geen make-up op heb. Nu denken ze vast dat ik echt er zo knap uitzie zonder make-up. Maar ik heb altijd filter. Oh, dat wist ik ook niet. Wereld van verschil als ik geen filter doe. Is volgens jullie make-up hetzelfde als een filter? Nee. Nee? En waarom niet? Een filter is dan maar vooral meer om op een foto of iets te laten zien van kijk hoe mooi ik ben. En een make-up loop je wel echt in het dagelijks leven mee rond. En dat kan iedereen je zien. Dus dat is ook wel een soort manier van jezelf... uiten. Ja, dat bijna wordt. Zoals kleding, iets in je haar doen. Eigenlijk is make-up wat dat betreft een soort toffer dan een filter. Ja. Let me take something. Nou, dan gaan we maar eens een... Het past. Ik heb een beetje eng, hè? Ja. Zo bang dat dat ding omkiepert. Ja. Maar goed, welkom in mijn bad. Lekker Instagrammable settingje, toch? Zeker. Ik ben heel benieuwd. Hoe laat jij jezelf zien op social media? Mag ik eens eventjes kijken? Wat ben je hier aan het doen? Ik maak altijd hair tutorials. Oh, kijk wat je allemaal doet in je haar. Ja. Maar je hebt ook waanzinnig haar. Dank je wel. Echt fantastisch. Ik zing. Ja? Ik acteer en ik dans en ik ben een model. Mag ik? Ben je een model? Ja. Wauw, wat een cool leven heb jij als ik het dan zo hoor. Hé, dit is hier. Dit is hier bij Chica. Ja, dat klopt. Wat leuk. En dit is hier in de wc. Ja, dat klopt. Je hebt trouwens al eerder in een ballenbad gezeten, zie ik. Kijk nou! Ja, dat was, daar had ik mijn eerste videoclip opgenomen. Wat cool! Hey, en wat is jouw favoriete pose? Dat je denkt, nou, dat zou ik er echt nooit afgooien. Deze. Oh, stoer! Ja. Dikke filter ook overheen, hè? Ik weet niet, mevrouw, maar het is echt volledig gefilterd. Dat is wel waar, ja. Ik denk mijn meest bekeken video, deze. Nou, zullen wij een selfietje maken? Ja. En zullen we dan twee verschillende maken? Eentje Insta-perfect en eentje, nou, gewoon meer reality. Deze gebruik ik altijd. Nice colors, heet die. Oh nee, dan ben je kaal! Deze is leuk. Oh, deze is eigenlijk heel lelijk. En nu zonder filter, precies dezelfde video. Ja.
deze toch minder leuk? Ja. Deze vind ik denk ik wel leuker. Zonder filter? Ja. Oké, okay, zonder filter. Nou, wel heel schattig. Zeker. Toch? We staan er heel blij. Maar ja. Ja. Met filter wel echt. Heel schattig. Toch? Die hartjes op onze wangen? Zeker. Super lief met filter. Hey, en zien jullie wanneer iemand anders een filter gebruikt? Nee, niet altijd. Soms dan zie je dat, maar dan is het heel erg soort van weggewerkt. Dus je die filter dan net niet ziet, maar dat er dan wel een filter overheen zit. Ja. Maar soms zie je dat echt wel hoor, als er iemand zo zit. Nou, ik zag bij jou niet, als jij foto's post en stories, denk ik, oh, wat is Rachel dat lekker chill in haar eigen, met zonder make-up en lekker... Oh, dat zie je dus wel, dat ik echt geen make-up op heb. Ja, maar dan denk ik altijd wat heerlijk dat jij dat doet. Maar dan zit er alsnog een filter overheen. Ja, maar blijkbaar niet een filter. Ik moet er een sterkere filter over zetten. Blijkbaar nog niet filter. Er kan geen filter tegenop, blijkbaar. Ik zie het dan niet. Ik heb het dan niet door dat ik eigenlijk in de maling word genomen. Ik denk, wat zie je er goed uit van de make-up? Ja, ik heb dan echt geen make-up op en dan doe ik die Paris filter. Ja, die ga ik even onthouden. Die ga ik even opschrijven. Ja, dat is gewoon de eerste filter naar rechts. Durf jij een lelijke foto te posten? Nee. Ik ook niet. Jullie? Nee, nee. Maar ik vind het ook niet leuk om zelf een lelijke foto te maken. Dus... Nee. Stel je nou voor dat iemand anders een foto maakt, waar jij ook op staat, wat een hele lelijke foto is. Ga je dan aan die persoon vragen om hem eraf te halen? Wat zou jij doen? Dat heb ik wel eens gedaan. Alleen diegene vond zichzelf er heel lelijk op staan, dus toen liet hij hem gewoon op zijn telefoon staan. En één keer had hij hem ook in de groepsapp gezet en toen was ik best wel boos geworden. Dus we vinden eigenlijk misschien dat er wel dat je toestemming moet vragen. Ja. Ja. Sowieso. Ik doe dat sowieso altijd bij foto's. Ik ook. Echt? Ja, ik ook. Als ik een foto heb van ons samen, check ik eerst bij jou. Vind je deze leuk genoeg om te posten? Als jij zegt nee, doe liever die andere, dan doe ik dat. Ja, ik vraag het ook altijd van, vind je het wel goed als ik dit ga posten? Ja. Jij niet? Gooi je alles klakkeloos erop? Want dan word ik vanaf nu heel voorzichtig. Nee. Jawel dus. Ja. Anyways, we gaan even kijken naar een videoboodschap. Oh. Ja, jongens, ik vind het ook heel erg leuk om mooie foto's te posten op Instagram. Ik vind het leuk om mijn mooiste kleding aan te doen. Ik vind het leuk om mijn haar heel erg mooi te doen. Maar we moeten realistisch zijn, want zo zien we er niet altijd allemaal uit. Dus ik vind het zelf heel erg belangrijk om op mijn stories en via Reels bijvoorbeeld echt content te posten van hoe ik er ook buiten die mooie kietjes om uitzie. Want ik vind echt dat we niet onzeker moeten worden van social media. Want iedereen post eigenlijk op social media eigenlijk zijn mooiste kietjes. Dat is gewoon zo. En dat is niet hoe we er allemaal altijd uitzien. Dus ook geen reden om onzeker te worden. We kennen het allemaal wel. Insta versus reality. Wat is nou echt? Wat is nou nep? En wat moeten we nou wel of niet geloven? Ja, inderdaad. Want uit ervaring weten wij ook dat we niet altijd alle negatieve dingen op social media zetten. Wij hebben ook wel eens een rotdag of een minder fijne dag. Dat zetten we ook niet altijd online. Nee, want eigenlijk heel veel dingen die je tegenkomt op social media zijn bewerkt of worden heel erg anders neergezet dan dat het in werkelijkheid is. Ja, dus laat je vooral niet beïnvloeden door al die perfecte dingen die je ziet, want die zijn meestal toch niet waar. En dat willen wij aan jullie meegeven. Love yourself. Love you. Doei. Doei. Oh, dat is lief. Ja. Wat vinden jullie ervan? Wat wel opvalt is dat ze wel allemaal met haar haar goed zitten, de kleding netjes en allemaal make-up op, terwijl ze erover hebben dat je juist niet onzeker moet worden. Terwijl ze waarschijnlijk zelf ook allemaal dingen posten waar ze zichzelf ook best wel mooi maken. Ja. Misschien kunnen ze dan een keer een filmpje maken dat ze geen make-up op hebben en dan zeggen ze hetzelfde van love yourself, zoiets of zo. Want dan is het misschien echt wel effectiever, zeg maar. Ja. Oké, meiden, we hebben het dus gehad over Insta versus reality. Wat is jullie eindconclusie van dit hele verhaal? Instagram moet een plek zijn waar je jezelf gewoon neerzet zoals je bent. En als je dan soms een foto wil maken waar je dan net wat mooier bent, als jij er gelukkig van wordt, dan moet dat ook gewoon kunnen. Ja, dat. Oké, okay, Nova? Ja, gewoon sociale media is gewoon een plek waar je alles, zeg maar, kan laten zien van jezelf. Ook goede kanten, maar ook soms slechte kanten. Misschien is dat ook wel goed soms. Gewoon doen in plaats waar jij je fijn bij voelt. Ja, en je mag gewoon doen wat je wil op social media. En als je een filter gebruikt, zet het even bij. Of laat het zien dat je het hebt gebruikt. Ja, en jij? Ik vind meer, als je het leuk vindt om jezelf mooi te maken en alles, doe het. Als je een filter wilt gebruiken, doe het. Doe gewoon allemaal lekker wat je zelf wilt. Ja. Ik vind gewoon dat je jezelf moet zijn en niet op anderen proberen te lijken. Dus in een ideale wereld, zeg jij, maak ik gewoon een foto van mezelf met onderkin en al en post ik online. Zoiets, daar zijn we allemaal mee eens. In een ideale wereld. Wat vind jij eigenlijk van Insta versus reality en het gebruik van filters? Laat het ons weten en praat mee via onze socials. Zullen we het maar even zelf maken dan? Ja, een hele mooie, met filter. Nog een favoriete filter?
Ah, leuk! Wil je hem allemaal even bekijken, meiden, of we hem allemaal mooi vinden? Ja. Ja.